Ja toch, ja toch. Jij denkt... Yes, what up? Dit is je boy QC. En het is weer tijd voor jullie dagelijkse portie humor. Om 6:30 hier op dit kanaal. En vandaag hebben we weer een nieuwe man. We hebben vandaag supermarkt fails. En we gaan het nog specifieker maken. Want we gaan kijken naar Nederlandse supermarkt. Dat doen we even opnieuw. We gaan kijken naar Nederlandse supermarkt fails. Dus ja, dingen die er gebeuren bij de Dirk, Jumbo, Albertijn. Noem maar op. We gaan het gewoon op ons af laten komen. Ik ben benieuwd wat we gaan zien. Dus nadat jullie hebben geabonneerd, gaan we de video beginnen. Ja, jij daar. Jij die nog niet geabonneerd is. Even iets doen. We willen 1 miljoen halen dit jaar. Dokuze. Hoi. Ja, oké. Dit was een mooie slide. Slide in de DM, like. What's up? Oh. Weet je wat ik het mooiste van alles vind, jongens? Hier is het al het moment van, yo, weet je wat? Laat maar gaan. Hij denkt, nee Hans, rep de bier. Ja, dan ga je dan. Dat kan je toch nooit tegenhouden. Je kun jezelf alleen maar bezeren. Maar ik denk dat het een automatische reflex is, zeg maar, van, zoiets. Van 99 cent naar... Dat zijn van die vieze trucjes, hè. Dat zijn van die vieze trucjes. Dat gaan we niet doen. Als mijn chips 89 cent is, dan blijft die 89 cent of lager. Maar we gaan de prijs niet verhogen. Niet van mijn nacho cheese. Ja. Of die wilt ontslagen worden, of die is al ontslagen. Ja, waarom zou je dit willen doen? Misschien een weddenschapje. Ik heb dus ooit een weddenschap gedaan. Toen werkte ik ook nog bij de Jumbo. En toen deed ik dus een weddenschap met een andere collega. Die zei van, ja, Q, je moet een Madame Jeanette eten. Ik had op dat moment nooit een Madame Jeanette gegeten. Ik had toen ook geen YouTube-kanaal, dus ik deed niet dat soort challenges. Ik zeg, ja toch, is cool. Wat krijg ik ervoor? 5 euro. Ik dacht, 5 euro, mooi meegenomen. Dat is weer een uur werken. Als het niet meer is. Maar oké, ik dus die peper eten, maar hij zei, je mag ook een kwartier niks eten en drinken. Ik zeg, ja toch, cool, geen probleem. Ik die peper naar binnen werken. Pwah. Ik kreeg me er toch een partijtje heet. Dat was niet normaal. Je moet denken, ik ben gewoon op dat moment aan het werk. Dus ik neem die peper en ik moet nog gewoon doorwerken. Maar ik kon niks meer. Mijn handen gingen tintelen, zweten. En ik mocht niet drinken dus. Ja, ondertussen kwamen de klanten naar me toe. Die dachten echt, what the fuck is er met hem aan de hand? Ja, was lijp. En dan was ik erop terugkijken en ik denk van ja, deed voor 5 euro. Dat was ik toen nog goedkoop. Oké, we gaan door. Ja, lekkage. Nog een gekkere lekkage. Nog meer lekker. Oké, ja. Dit was een mooie opbouw. We begonnen hier. En toen hier, bij de Dirk. Ja, dit is wel een streder. Zo. Ja. Maar wat doen ze? Waarom stopt die auto niet? Waarom filmen ze dit ook? Ik dacht al van, wat gaat hier gebeuren? Ineens komt even Max Verstappen langs. Zo van, weet u waar misschien de uitgang is? Ja, lekker bezig, pik. Oh, ja toch. Wat was hij eigenlijk aan het doen? Hij wou iets uitpakken. Ja. Meneer, kunt u even binnenslijden bij Bali 1? Ja. Hij heeft volgens mij ook echt pijn, kijk. Ja, dat vind ik mooi. Wat doe je ook allemaal? Dat was niet van... Ja, deze ken ik. Maar ook het besef, hè, van... Yo, heeft niemand mij gezien? Oké, jongens, dit krijg je dus wanneer deze man de pellet van de vrachtwagen tilt. Hij drinkt geen bier. Hij is een hater. Ik wil gewoon nog de schuld geven van, ja, deze man drinkt geen bier. Het is een hater. Het is een bierenpil. Hij drinkt geen bier. Hij is een hater. Tering, man. Ja, dit zou echt een opmerking van mij kunnen zijn. Ja, toch. Ja, toch. Jij denkt... Kijk, hij denkt even dat hij hulk is. Meneer. Wie is dit? Hercules is in de building. Ja, toch. En hier is het, weet je wat. Ik draag de lasten op mijn nek. Ja, dat is mooi. Jongens, hier geniet ik van. Hier geniet ik van. Ja. Ja, deze is nog slim, die sprong weg. Ja, alles naar de tyfus. Ja, hier kom je niet aan dit soort dingen. Ja, hij wou ook nog even redden. Tuurlijk, hij denkt de bier. Oh nee, meneer, hier kunt u niet eruit. Wou u nou ook stelen? Ja. Oh.
Hier zijn maar twee verklaringen voor. Of deze meneer heeft net een loterij gewonnen. Hij werd zo'n kraslotje geopend en hè, heeft een prijs gewonnen. Of hij zit zwaar aan de drugs. I believe I can fly. Ik denk het tweede. Ja, je moet wat te doen hebben. Het kan misschien zijn baan kosten. Maar wat ik al zei, je moet plezier hebben. Vooral met je collega's op de DKW. Ja. Ik kan zeggen wat je wil, toch creatief. En als het toch al sluitingstijd is, waarom niet? Hey! Dit was er wel eentje hoor. Ik doe die even. En hij geeft ook gewoon geen reactie erop, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nee, maar... Hoe ken ik deze hoor? Maar dit was een sliding. Ja, daar sta ik al pep en niks tegenop, man. Maar was het nou een winkeldief? Waarschijnlijk wel. Ja, deze jongen moet per direct op voetbal. Per direct. Oh ja, zo kut als dit gebeurt. Jo, komt er ook niet aan. Tuurlijk. Hier is het ook van, ja, weet je wat, laat maar zitten. Hier denkt hij, yo, fuck it. Hallo. Ja, dit blijft zo kinderachtig. Ik vind het zo leuk. Het lijkt ook echt op zo'n houdertje. Op een dag ga ik dit ook doen. Het wordt een van mijn missies. En dan hopen dat die lukt. Oh, die wil ontsnappen. Hier blijven. Wat ga je doen? Ah, hij stelt gewoon koffie. Zo. Nee, maar zo ben je niet, toch? Ga je wat vertellen? Ik maak er helemaal geen ratje toe. Ik ben degene. Ik kan het helemaal alleen. Geen pen en papier. Ga maar heen, ga maar heen. Het zit in mijn kop. Zo'n Nederlandse zwarte zoete trap. Dus noem maar op. Ik ben een hiphopper dan een stopper. Daar gaan we weer. Dit is part 4. Sorry, that's what I'm doing it for. I'm gonna be international famous. Just me. My sister Snatch used to say, yeah. We are family. Back in the 70s when you were a kid. I'm telling you this, I'm telling you this. Hey, waar zijn jullie nou? Staan jullie buiten in de kou? Om te denken wat je zeggen moet. Ga je die goed doen? Ga je die goed ontmoeten? Ja, toch? Jij wel. Wat ik me afvraag is, oké, je wilt rappen, respecteren we. Iedereen moet doen wat hij wil kunnen doen. Hij is hem aan het freestylen. Altijd respect voor de freestylers. Nu komt mijn vraag. Waarom moet dit midden in een supermarkt? Niemand, maar dan ook niemand heeft daarop gevraagd. Doe het gewoon lekker buiten. Laat die mensen lekker winkelen. Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik heb ook zoveel dingen in de supermarkt gedaan. Laat maar, ik heb niks gezegd. Even heel kort vertellen over... Deze zag ik laatst nog ergens. Je mag niet met je fiets komen. Oh, sorry. Maar hij wist dat die kwam, sowieso. Anders zou hij daar niet filmen. Even heel kort vertellen over. Heel kort vertellen? Oh, of het is echt tering toevallig. Je mag niet met je fiets komen. Oh, sorry. Ja toch, trek jij even bij dat karretje eruit. Lekker bezig. Bij onze supermarkt mag je alleen met handschoenen en mondkapjes naar binnen. Dus ik kom daar binnen. Heeft de rest wel allemaal gewoon een broek en een shirt aan? Oh, dat was de mop. Oké. We gaan gewoon door. We gaan dit niet de video laten verpesten. Oh. Zo. Geen genade, Dave. Geen genade. Waarschijnlijk heeft hij ook iets gestolen, zeg maar. Hij denkt, ja, ik ben er vandoor. Rustig, pik. Dit is toch niet normaal. Hoe hard ging dat ding? Hoe hard ging die? Come on, son. Kijk. Weg kan loesoe. Engels scootmobiel of moedtroe. Oh nee. Die scootmobiels zijn toch niet altijd handig? Oh shit, die heeft hem niet onder controle meer. Meneer, wat doet hij nou? Wat gaat meneer doen? Oh nee. Nee. Kijk, hij probeert het te stelen. Dus u stopt... eten. Maar u stilt eten bij U-ballen. Moet u er nou mee weg? Waarschijnlijk. Ja, hij is gesnapt. Jammer dat we het vervolg niet zien. Oh, ja, daar zit niet de schuifdeur. Oh, ja, rennen bro. Als je die op je hoofd krijgt, dat hebben we het net al gezien. Het is niet fijn. Ja, en hij baalt. Oh. Lekker. Er staat nog een bord met, het is glad. Nu komt het wieltje al. Kijk maar. En daar gaat hij. Kijk. De grafische gaat nog komen. Oh, wat grafische gaat nog komen. Eentje erom, hè? Eentje erom. Wat gaat er nog gebeuren dan? De trapstel moet nog komen, jongens. Deze heb ik het helemaal.
Dan doe ik het wel, dan doe ik het wel. 1, 2, 1. Hier. Ja, dat is mooi. Ik hou ook van die uitleg, hè. Van die uitleg, zeg maar. Hij zegt van, ja, eerst probeert die andere, het mooiste gaat toch komen. En dan zegt hij, ik probeer het wel. En dan gooit hij nog die, miauw, erachter. Ja. Dan doe ik het wel. Prachtig. Hey. Ja, prachtige video. Nee. Ja, dat is een mooie. Dat is een mooie. Dit is weer zo'n gevalletje van, dit doe je niet twee keer. Of misschien wel. Ligt eraan hoe goed je bent met flessen trappen. Nou jongens, de koptelefoon is af. Dan weten jullie wat dat betekent. We zijn bij het einde van de video. En na elk einde van de video komt er dus ook nog eens een kleine outrootje. Dus mis die nooit. Ik denk, ik zeg het maar alvast. Maar ja, bedankt. Ik hou van jullie. Later. Skuda! Oh nee, tv'tje. Die ging lekker, hoor. Die werd eventjes gebounced. Geen tv voor jou.